nemen. Als het aan de Amsterdamse gemeenteraad ligt, biedt de hoofdstad als eerste gemeente in Nederland excuses aan voor het slavernijverleden. Meerderheid van de partijen in de raad is voorstander van excuses en heeft een initiatiefvoorstel ingediend. Murat Taimounti is fractievoorzitter van Denk in Amsterdam. Goedenavond. Goedemiddag moet ik zeggen, meneer Taimounti. Goedemiddag nog, ja. U bent initiatiefnemer ook. Waarom is het belangrijk dat juist de stad Amsterdam excuses gaat aanbieden voor het slavernijverleden? Want je zou misschien in eerste instantie gewoon denken aan de Nederlandse regering bijvoorbeeld. Nou ja, het zou fantastisch zijn als de rest het goede voorbeeld volgt. Kijk, waarom Amsterdam? Amsterdam is de hoofdstad. Loopt meestal altijd voorop met heel veel positieve ontwikkelingen. En als we kijken naar dit onderwerp, ja, het is gewoon een verzoening met gedeeld verleden van alle Amsterdammers. Een erkenning voor de gevoelens van veel Amsterdammers met een geschiedenis in het slavernijverleden. Amsterdam is ook voor 1/3 eigenaar geweest van de Sociëteit Suriname. En ook mede verantwoordelijk geweest. Dus voor inderdaad de plantages en het hele rijlen en zeilen. Dus ik denk dat Amsterdam terecht hier voorop moet lopen. Ja, de gemeente Amsterdam heeft in die tijd een hele grote rol gespeeld, zegt u, bij de slavenhandel. Ja, dat zeggen ook wetenschappers en onderzoekers. En wat Amsterdam, voor, zoals ik al zei, voor 1/3 eigenaar was van de Sociëteit Suriname. En tegelijkertijd, daar zit ook nog de Andreas Kruijzer nog terug in alle foto's en de schilderijen, et cetera. Dus Amsterdam heeft echt wel een rol gespeeld. Ja. En nou is het aan ons inderdaad om uit te zoeken wat die exacte rol is geweest. Ja. En dan zodat er inderdaad ook erkenning komt voor dit gedeelde leed. Ja, want hoe moeten die excuses er volgens u uitzien? Waar moeten ze uit bestaan? Nou ja, in eerste instantie zou het fantastisch zijn als onze burgemeester de volgend jaar op 1 juli tijdens Kritikot die inderdaad die excuses ook uitspreekt. Maar het is met name, wat ons belangrijk is inderdaad, om te kijken naar van hoe gaan we dit een plekje geven. Het is een onderdeel van onze geschiedenis. En we moeten hier erkenning voor hebben. Er zijn heel veel mensen die nog steeds rondlopen, dagdagelijks met dit leed. Ik spreek echt mensen die inderdaad tegen mij zeggen, nou, die hebben bijvoorbeeld een naam die oorspronkelijk is van de plantagehouder. Die mensen willen graag die naam bijvoorbeeld veranderen. Nou, dat lukt dan niet. Dat kost je €900 tegenwoordig in Nederland. Ja. Dus het zijn hele simpele dingen voor ons. Maar voor mensen die inderdaad onderdeel daarvan zijn geweest, is het een heel groot probleem. Wat mij betreft educatie, als we het hebben over onderwijs, bewustwording, daar moeten we echt in gaan investeren. En dat heeft te maken dat je dit onderwerp niet zo klein moet houden, dat je er echt aandacht aan moet geven en breed moet uitleggen. Kritikot is niet zomaar iets. Amsterdam moet weten dat Kritikot er is. Nou ja, en voor de mensen die het niet kennen, dat is de herdenking van de afschaffing van de slavernij. Ja, en waar het om gaat inderdaad, is dat wij zijn helaas niet de eerste stad. Ik had het graag willen zien in de wereld. Maar er zijn vele andere steden die ons voor zijn gegaan. Liverpool, zelfs Afrikaanse landen die formele excuses hebben aangeboden. De Raad van Kerken nog in 2013. Dus wij zijn daar niet de eerste in. Maar ik denk dat het wel een heel mooi initiatief is. En ik ben blij dat het zo positief is ontvangen. Zowel door andere partijen in Amsterdam als het college in Amsterdam. Ja, ik zou er graag wat langer met u over willen doorpraten, maar de lijn is niet zo best. In ieder geval als het aan u ligt en de wethouder, zoals u zegt, al die erover gaat, die heeft al laten weten aan het parool er welwillend tegenover te staan. En dan zou het wat u betreft volgend jaar moeten gebeuren. Volgend jaar 1 juli, dat gaat ook gebeuren. Daar ben ik van overtuigd. Het is gewoon een historische dag vandaag dat we dat voor elkaar gaan krijgen. Murat Taimounti, dank u wel. Fractievoorzitter van Denk in Amsterdam.